Michael Breij, 4-0 bij Ajax. Misschien logisch qua krachtsverhoudingen. Maar zeker gezien de eerste helft denk ik dat er wel mogelijkheden lagen. Hoe sta jij erin? Ja, absoluut. De eerste helft verliep redelijk. Ja, natuurlijk loop je wel wat langer achter de bal dan dat we gewend zijn. Ik had moeten scoren. Misschien 2 keer. Of misschien had Daniel van Kaam moeten schieten. Wat speldeprikjes uitgedeeld. Dus over de eerste helft kunnen we redelijk tevreden zijn. Tweede helft was het meer tegenhouden en kwamen we niet helemaal lekker meer eruit. Dus al met al ben ik wel te spreken over de manier hoe we hebben gevochten vandaag. Baal je van die mogelijkheid? Want ik denk dat jij misschien, hè, gezien jouw traptechniek, misschien wel van jezelf denkt van die moet ik maken. Ja, absoluut. Kijk, op het moment tijdens de wedstrijd dan baal je heel erg. Alleen je moet ook snel een knop omzetten. En nu heb ik er wel echt de P op in, zeg maar. En ja, ik kan het voor mezelf ook makkelijker maken door die bal erin te schieten. Voor het team wat makkelijker. En uiteindelijk, van zo dichtbij mag hij nooit over. Dus dat moet 100% een goal zijn. En daar ga ik nog wel een paar nachtjes over slapen. Ja, ik heb net tegen de jongens gezegd, het voelt zo raar voor ons. Je verliest met 4-0, Ajax speelt tegen je natuur in. Maar hebben we goed gedaan. Hè? Tussen de 10e minuut en de 35e minuut hadden we het echt goed voor elkaar. Er lagen er meer mogelijkheden. Dan krijgen we het ongelukken, die eerste goal tegen. Tweede goal is een prachtige goal. Nou, en dan hebben we dat na de rust oppakken en dan hebben we meer verdedigd. Ook echt een lange bal gespeeld om dan maar ver van de goal af te zijn. De vermoeidheid begon ook te spelen. Nou, hebben we knap gedaan. Hè? En we hebben deze wedstrijd gehad. Een heleboel moeten hier nog heen. Nou, we hebben 3 uitwedstrijden gehad, 2 thuis. We hebben te weinig punten, maar ik heb vandaag ook wel weer hele goede dingen gezien. Het zegt wel weer dat je ook dus vanuit de discipline kan spelen en dus ook kansen kan creëren. Want je had misschien wel op 0-1 kunnen komen stiekem. Ja, dat had stiekem moeten zijn. Hè? We hebben nog wat meer mogelijkheden in de selectie. Ik vond dat nu moesten jongens in 1 keer spelen, vanmorgen nog. Nou, ook Jasper ter Heide heeft het keurig gedaan. Mees viel vanmorgen nog weg. Dus complimenten voor de boys. Ik had wel het gevoel, misschien gaan we dit tot de rust volhouden. En ik weet niet meer precies hoe de 1-0 viel. Maar volgens mij kwam je een beetje gelukkig voor iemands voeten. Die 2-0 was een waanzinnige goal van afstand natuurlijk. Ja, ja dat is natuurlijk lastig. Maar alsnog zeiden we tegen elkaar van in de tweede helft. Als we de aansluitingstreffer vinden of als we weer energie krijgen, dan gaan we gewoon gas geven. En ik denk dat we dat goed hebben gedaan. Alleen geen aansluitingstreffer gevonden. Hoe anders is dit gevoel dan vorig jaar? Hoe sta je hier nu? Ja, ik sta hier best goed. Vorig jaar was het natuurlijk waardeloos. Hè? Alleen hebben we wel geweldig opgepakt. En met de winterstop hadden we 28 punten. En de donderdags wonnen we 2-0. En de zondags wonnen we 4-0. Dus ik moet net hoe je ermee doet. En hier kunnen we ook weer verder mee. Dus dit kan ook hele positieve energie opleveren. Dit, als je er maar goed mee omgaat. De 4-0 die had nog een schijn van buitenspel. We keken op het beeldje mee en we dachten van ja, misschien kijkt de VAR hiernaar. Maar dat was niet zo. Baal je daar dan nog van? Ik denk dat de VAR wel gekeken heeft. Hè? Want Joey Coy gaf van mij aan dat hij wachtte. En de VAR moet naar elke goal kijken. Dus, maar ik kreeg van boven door dat het buitenspel was. Alleen Coy krijgt instructies van de VAR. En als die zeggen het niet buitenspel is, kan de beste man niet anders dan naar de middenstip wijzen. Nou, iedereen volgens mij heel gehouden, dus je kan hier zeker mee verder, denk ik. Nee, klaarmaken voor volgende week. We kunnen mooi trainen deze week en dan gaat het los. Deze hebben we gehad. 3 uitwedstrijden gehad. Moeten we zien dat we 1000 keer winnen. En dat heeft ons publiek wel verdiend. Ik bedoel, Ajax is een waanzinnig goed team en ze wisselen ook hele goede spelers erin. En er zit zoveel beweging in. En dus uiteindelijk hebben we gewoon het plan wat we hadden hebben we goed uitgevoerd. En soms moet je iets meer geluk hebben, maar ik denk dat we wel trots kunnen zijn. Al met al sta je denk ik wel met een heel ander gevoel dan vorig jaar. Ja, vorig jaar was verschrikkelijk en nu zijn er punten geweest waar we het goed deden, waar we het minder goed deden. Maar uiteindelijk hebben we echt een grote verbetering gezien met vorig jaar.